What's up, bitches? Boys and girls, mijn naam is Kastje en welkom terug bij een gloednieuwe video. En ik heb eigenlijk geen idee hoe ik deze video moet beginnen. Ik doe nu al meer dan 5 jaar aan YouTube en ik heb nog nooit in mijn leven een setup video gemaakt. Een setup video is eigenlijk gewoon een video waar je je bureau toont met je computer en PlayStation bijvoorbeeld en wat er allemaal staat om op te nemen en zo. Dat is echt heel interessant. Ik denk serieus dat de vraag achter een setup video zelfs vaker voorkomt dan al die Dora-reacties. Dus ja, bij deze vandaag ga ik mijn setup tonen. Eigenlijk moet ik gewoon eerlijk toegeven dat de reden waarom ik nooit een setup video heb gemaakt is gewoon omdat ik nooit echt een super spectaculaire setup had. Ik bedoel, de meeste YouTubers hebben allemaal neonlichtjes, weet ik veel, 10.000 computers, 10.000 onnodige schermen. Ik hou het gewoon altijd simpel. Deze setup achter mij is in ieder geval echt al mijn vierde of vijfde setup die ik ooit in mijn YouTube carrière heb gehad. Ik ben namelijk een aantal keren verhuisd, dus dan is het logisch dat je een nieuwe setup hebt. En dit hier achter mij staat er echt nog maar een week of zo. Ik woon sinds eind juli terug bij mijn moeder en ik heb echt tot nu toe geen echte setup gehad. Ik had alles gewoon mijn laptop altijd mee, altijd alles op en afzetten. Dat heb je misschien gezien in een van de vorige video's. Tot vorige week heb ik letterlijk al mijn video's gewoon op die tafel daar gemaakt. En zoals je het nu via die spiegel kunt zien, is die tafel echt rete laag. Dus dat was echt alweer een pijn in de ijs om hier te recorden. Maar oké, nu heb ik mijn eigen eindelijk gesetteld. Ik moest wel lang overleggen met mijn moeder, want mijn moeder zei dat niet altijd zitten dat ik hier een hele setup zou hebben in haar living. Maar ik bedoel, ze heeft ook een keuken. Dus ja, waarom maak ik geen setup of zo? Snap je? Maar oké, we zullen beginnen met mijn stoel. Dat is een typische stoel die elke YouTuber heeft of echt een hardcore gamer die echt een geld hier wil aan spenderen. Dit is een zeer comfortabele stoel, maar ik zou het zelf nooit kopen, want die stoelen kosten enorm veel. Ik heb het anderhalf jaar geleden of zo gekregen van Game Gear, dus ja, dikke shout-out naar hun. Het zijn echt wel sneaky motherfuckers, want hun logo staat er gewoon 10.000 keer op, dus hun logo komt echt 10.000 keer in mijn video's. Ik heb jullie wel door, hoor. Het is wel geen pure pie stoel, dus dit is volgens... Jawel, het is wel zo'n PewDiePie stoel helemaal aan de achterkant, dat wist ik zelfs niet. Oké, wat hebben we hier nog? Dit is mijn main scherm, zeg maar, van mijn computer en waar ik ook bijvoorbeeld PlayStation op speel. Het is van Eizo en het was vroeger in de tijd echt wel een Mega Max Deluxe Super Splinter, een spectaculaire, weet ik veel, scherm. Heeft zo'n 144 hertz of zo, waardoor je, ja, je spelletjes smoother gaan of zo. Interesseert me allemaal niet, maar het is gewoon een nice scherm. Mijn tweede scherm is wel een rete oud ding. Nog eentje van Samsung en die is volgens mij echt al meer dan 10 jaar oud of zo. But I still gets the job done. Goeie levenstip, investeer nooit in dingen waar je denkt van ja, eigenlijk hoeft dit niet. Wees zuinig met je geld. Als je je trouwens afvraagt waarom bijna alle YouTubers 2, 3, 6.000 of 7.000 schermen hebben. Ja, eigenlijk heb ik geen flauw idee. Ze willen gewoon cool overkomen, denk ik. Nee, die even for real. Als je bijvoorbeeld een gaming video bent aan het opnemen, heb je hier natuurlijk je game. En daar op het andere scherm heb ik dan gewoon mijn programma's die openstaan om alles te recorden, zodat je kunt kijken of je überhaupt nog zijn aan het recorden, want ey, elke YouTuber weet het, opnames gaan vaak fout, je computer blijft vasthangen of zo en uiteindelijk na 2 uur op te nemen kijk je even op je ander scherm en denk van shit, ik ben al 2 uur gewoon tegen mezelf aan het praten of zo. Dus dat wil je natuurlijk niet dat dat gebeurt, dus daarom heb je 2 schermen zodat je altijd alles kunt checken. Mijn microfoon is een Samsung C03U. Mossy! Dat is letterlijk de microfoon die vroeger elke gaming YouTuber had. Ik had daarvoor de C01U versie en die heb ik op een of andere manier gemold en dit is eigenlijk gewoon hetzelfde, maar dan duurder omdat je een knop meer heeft ofzo. Volgens mij kost dit ding nu echt nog maar 50 euro ofzo, dus als je een microfoon wilt voor YouTube, ik zou deze pakken, want serieus, dat is de meest allround microfoon die er is, denk ik. Denk ik, en neem nooit iets serieus van mij aan, want ik zou bij god niet weten waar ik over praat. Dan de consoles natuurlijk, de PlayStation 4, de Xbox One X. En als je je afvraagt wat dit ding is, wel met dit ding record je dus je games. Dus nee, aan al die kindjes die nu met Fortnite een YouTuber willen worden, je kunt niet je scherm recorden door een camera ervoor vast te houden. Dat doen wij niet, we gebruiken capture cards. Als je een echte YouTuber bent, dan moet je dat kopen. In heel mijn YouTube-carrière is dit volgens mij al 5e of 6e kaart, want wow, vroeger was dat altijd een geklungel. Tegenwoordig is volgens mij bijna elke capture card hetzelfde. Alles is gewoon HD, de ene heeft gewoon meer FPS, de andere support 4K of wat. Maar vroeger de eerste capture cards die ik kocht, ook voor 200 euro en zo, dat was gewoon shit kwaliteit, omdat je toen nog niet met HDMI en zo kon recorden. Maar tegenwoordig heb je dat probleem niet en ja, daarom is dit al mijn 5e videokaart ofzo, omdat vroeger altijd alles shit was. Dan misschien wel het allerbelangrijkste, mijn computer. Ik heb hier ooit al een video over gemaakt, dus ik weet niet waarom ik dit nu nog zeg. Maar dat is de Alienware Aria 51. Een ander woord voor veel te dure scheid-PC. Like for real, toen deze computer zo'n 2 jaar geleden... Oh godverdomme, wat heb ik hier gemold? Toen ik deze computer zo'n 2-3 jaar geleden kreeg, was dat een shit. Ik bedoel, was een GTX Titan Z of whatever. Letterlijk een videokaart van 3000 euro, die op een of andere manier
hier na 2 maanden niet meer gesupport werd bijna. Er kwam legit een paar weken nadat ik deze computer heb gekregen een nieuwe Titan X uit die 2 keer zo goedkoop was en bijna 2 keer zo goed. En ja, voor alle computerkoppen, ik heb 16 GB RAM en i7-5900, joh. In ieder geval een top-of-the-line computer van 2 jaar geleden, maar tegenwoordig heb je natuurlijk veel betere PC's voor een veel goedkopere prijs. Besef ook dat dit ding echt 45 kilo of zo weegt. Er was even een tijd dat ik die elke dag op en af gewoon op de trappen hier bracht om een setup op en af te zetten. Besef hoeveel moeite ik soms moet doen voor mijn video's te maken. Jullie snappen dat niet, joh. Ik doe dat allemaal voor jullie. Verder, ja, buien. Een typisch SteelSeries toetsenbord, want in het YouTube-huis werden we gesponsord door SteelSeries, dus we kregen echt 10.000 toetsenborden en 10.000 muizen. Dus ja, ik ben nu niet meer echt gesponsord door SteelSeries, dus ik moet niks speciaals zeggen, maar ik moet wel zeggen, deze Rival muis is echt hands down de beste standaard muis die je kunt hebben. Het heeft geen 80.000 knopjes of zo, maar heb ik allemaal niet nodig. Het is gewoon simpel, het is nice en het is mijn derde muis en ik blijf gewoon deze krijgen of kopen als het moet, want ja, ik moet geen andere muis hebben. Dus ik zeg nogmaals, ik word niet gesponsord, ik moet het totaal niet zeggen of zo, maar als je ooit een muis wilt en je wilt gewoon niet te veel geld uitgeven, maar gewoon zeker weten dat het een goede muis is die lang meegaat, SteelSeries Rival is gewoon the way to go. Ja, godnonderdje, volgens mij heb ik echt alles al gehad of zo. Ah ja, mijn laptop nog. Ja, ik weet niet, gewoon een nice HP laptop, gewoon met touchscreen en zo. Kijk, hopla, hopla, kijk. Ho, 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 ik kan die datum veranderen met mijn vinger. Ho, 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 technologie. 13 GB RAM gets the job done. Ik edit er vaak op, maar ik merk wel van, dit is nu toch misschien wel het laat. Oh ja. Wat voor een trip krijgt die computer? Maar dat maakt niet uit, deze laptop heb ik echt al 2 jaar of zo. Dus volgens mij komt het stilgestaan aan het einde van zijn levensjaar. Editing gaat steeds trager en trager. En zeker sinds ik deze nieuwe camera heb, zijn die files gewoon iets groter. En ja, ik denk dat ik sowieso volgend jaar een nieuwe laptop moet gaan halen ofzo. Als ik gewoon YouTube gewoon nice, professioneel en snel wil blijven doen. Nog een update voor alle computerkoppen. 16 GB RAM, i7 processor, 5600, GTX 950M videokaart. Ja, joh. Ik ken niks van computers en laptops, sorry. Ja, en dit was het zo'n beetje, denk ik. Nu, dit zou natuurlijk geen echte setup video zijn als ik niet zou kunnen stoeven over hoeveel dit allemaal kost. Dus even rekenen en ik ga rekenen met prijzen aan wat het is aangekocht of hoeveel het kostte toen het pas uit was. Of toen ik het in ontvangst kon nemen. 80 euro, 400 euro, dat ding. Ja, dat zal ook wel in de tijd 200 euro hebben gekost, maar we zullen gewoon zeggen dat dat 50 euro is. 400 euro PlayStation, 500 euro Xbox, 150 euro videokaart, 150 toetsenbord, 70 muis, 10 euro. Muismat. Ja, buio, echt 4000 euro voor die computer of zo. 1600 voor deze laptop hier. En ja, deze is mijn huidige camera die ik echt nog maar een maandje geleden heb gekocht of zo voor 2000 euro. Oh ja, en de stoel natuurlijk niet vergeten. 200 euro, 300 euro, ik heb geen flauw idee, sorry. En oh, helemaal vergeten, mijn softbox natuurlijk. Een softbox is gewoon het licht. Ja, gewoon een licht dat je gewoon een goede belichting hebt. Maar ja, mijn lamp is pas gevallen, dus er zit niet eens een licht in momenteel. Dat moet ik nog fixen in een van deze dagen. Ja, dat ding kost 30 euro of zo, I don't know. Ik heb er een paar, maar hier is echt gewoon geen plaats voor meer dan 1 softbox. Dus ja, YouTuber zijn kost heel wat geld. Maar wacht, ik ga nu heel eerlijk zijn en ik ga even denken wat ik van al deze dingen eigenlijk zelf heb moeten kopen. Want ik heb echt bijna alle shit hier echt gekregen. Mijn PlayStation 4 heb ik gekocht, dat is 100% zeker. Die monitor die was vroeger van mijn stiefvader, dus die heeft dat ook gekocht. En ja, dat is letterlijk wat ik hiervan heb gekocht. De rest heb ik echt allemaal gekregen. En nee, niet gekregen van de mama of papa. Ik bedoel, gekregen via sponsorships, via campagnes of whatever. Dus eigenlijk nog steeds zelf voor gewerkt, nonnetje. Ja, ik weet niet, word YouTuber en dan krijg je producten naar je toe gesmeten. By the way, hier ergens. Aha, voilà. Hier is nog mijn oude camera. Die verkoop ik. Dus ey, wie dat wilt kopen, let me freaking know. Want ja, ik kan hier niks meer mee doen. Deze wil ik ook verkopen. Dat is een Enzo Knol camera. Dus ja, wie dat wilt, die moet het maar vragen. Dus ja, dat was het voor de setup video. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. En ja, ik weet niet, als je vragen hebt, laat het me weten in de reacties. En dan antwoord ik er graag op. Als je vragen hebt over mijn computer, over iets me opnemen, weet ik veel. Let me know, I wanna help you guys out, you know. Moet je al deze dingen hebben om YouTube videos te maken? Natuurlijk niet, echt. Materiaal maakt bijna nooit uit. Het belangrijkste is gewoon jezelf wat je maakt of whatever. Dus je hebt niet al deze shit nodig. Ik bedoel, je hebt nu niet door deze video je bankrekening van je ouders leegplunderen omdat je een Alienware Area 51 wilt hebben, want ik zeg nu, dat ding start de helft van de tijd niet op. Sorry Alienware, ik ben echt enorm, enorm blij dat je mij een computer hebt gegeven. Maar ja, fix mij een nieuwe en dan ben ik terug hyped. Dus boys en girls, dit was dan voor deze video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Of heb ik het al gezegd? Ik was er net hier toch een outro aan het maken. Jesus Christ man, ik leid echt aan geheugenverlies. So yeah, laat een like achter als je het leuk vond. En tot de volgende. Ciao, ciao.